chefsfriends.nl. Ik ben nog hartstikke jong, ik moet nog heel veel leren. En, dat merk je nog super goed, zeker. En we hebben wel een bepaalde stroming. We zijn wel een bepaalde kant op aan het gaan. Maar ik kan nog niet zeggen van nou, dat is Frans klassiek of modern Europees. Of, dat, ja. Het is in ieder geval geen mediterraanse keuken, dat in ieder geval niet. Ja, veel noemen het zeg maar de Scandinavische kant. Maar, in het begin neigden we daar ook wel wat meer naartoe dan nu. Nu is het wat globaler geworden, denk ik. Toch probeer ik niet te veel gebruik te maken van onder andere citroen of dat soort dingen. Nu hebben we voor het eerst een gerecht op de kaart waar ook echt kokosmelk in verwerkt zit. Dat hebben we nog nooit gedaan. En eigenlijk druist het ook niet tegen mijn principes in, maar wil ik het ook niet te veel doen. Maar dit past er gewoon even bij dat gerecht en dan vind ik het ook niet erg om het te gebruiken. We hebben laatst een Winsortan grill gekocht, hartstikke leuk ding. Ja, maar we weten nog helemaal niet hoe we ermee moeten werken en hoe we hem echt op volle toeren moeten krijgen. Maar het is wel leuk en blijkbaar is Nederland daar heel erg klaar voor. Want ik heb echt 20 of 30 berichtjes gehad, waar heb je dat ding vandaan? En ik wil er ook een en hoe krijg ik er zo een? Dus het is wel leuk en dat is wel een Aziatische manier van werken. Dus heel, uiteindelijk zijn Aziaten natuurlijk heel erg artisanaal of heel erg ambachtelijk. En dat is wel mooi. Ik ben niet te bang om nieuwe dingen aan te schaffen of dat je denkt van nou, laten we het eens proberen, misschien is het wel wat. En als het 1 op de 10 keer wel lukt, dan heb je toch al iets. En dan kun je daaruit verder bouwen en is het ook wel leuk. Alle hapjes die wij serveren komen niet in één keer, maar die komen allemaal apart van elkaar. Allemaal apart geserveerd, als zijn de gangen. Dus als je hapje 1 hebt gehad, wordt dat uitgehaald en dan staat eigenlijk de volgende al klaar met hapje 2 en zo verder. Zodat wij jou bij de binnenkomst al direct hebben van zo gaan we het doen vanavond. En geef je zeg maar over aan wat wij te bieden hebben en zie het maar als een theatrale avond, als een theaterstuk. En dan wil je ook niet alleen het einde zien of het begin of tot aan de pauze. Dan wil je ook van A tot Z zien. En ik hoop dat we mensen daaraan kunnen laten wennen en klaarstomen. Dat wij op deze manier te werk willen gaan en dat we heel je avond willen inpalmen. En dat je dus met een heel fijn gevoel de deur uit gaat. We hebben nu een gerechtje met paling op de kaart staan. De palingvisser, de boot kun je hier zien liggen. En dat is ook gewoon mooi. Die man zien we elke dag in de weer. Doet het eigenlijk helemaal alleen. Het is de laatste palingvisser hier in de buurt. En je ziet 's ochtends hier zijn palingen naar boven halen. En 's avonds hebben wij het hier. Zeg maar. Hartstikke mooi. Ik zie het niet als verplichting. Ik denk dat elke chef dat voor zichzelf moet weten. De reden dat wij het gewoon doen is omdat we het leuk vinden. En omdat ik graag werk met dat soort producten. Wat iedereen doet, moet hij voor zich weten. Kijk, wij werken ook wel met de citroen en die komt ook niet uit Nederland. Maar ja, als we kunnen, werken met zoveel mogelijk producten van hier. Omdat ik dat leuk vind om mee te werken. En het legt je ook soms een soort barrière op van kijk nou eens wat we hier hebben en kijk niet te veel verder. We hebben ook kokkiers in het seizoen en we hebben ook langoustines. Dus het is niet allemaal in Nederland, maar wel zoveel mogelijk. En met lokaal kijk niet alleen naar Zeeland, want dat vind ik altijd een beetje bekrompen. Nederland is ook al een soort van lokaal en eigenlijk zitten wij bijna dichter bij België. Dus België schaar ik er ook onder, want een van onze groenteboeren komt ook uit België. En we hebben best wel veel producten die ook daar worden geteeld. Dus ja, ik kijk wel over de landsgrenzen, maar dat wil niet zeggen dat het altijd uit Zeeland moet komen. Langoustine vinden mensen wel heel goed. Langoustine die wordt gebrand met de brander. En daarna wordt die gelakt en een heel sterke reductie gemaakt van de kop. En hierbij komt wat bloemkool en hazelnoot en wat gebakken ui als in poedervorm dan. Dat vinden mensen wel heel erg lekker altijd. Die staat ook al een tijdje op de kaart en die... Het wordt wel tijd dat hij eraf gaat, maar ik durf het niet zo goed. Omdat mensen, iedereen vindt dat echt de klapper.
Als je ziet, afgelopen jaar waren we de hoogste stijger in de Lekker. Ja, dat zijn zulke mooie dingen. Als je toch voor je eigen start ooit, dan zijn er wel een paar eikpunten van je denkt, dat, als het kan, zou ik dat graag ooit eens willen behalen. Nou, en de hoogste stijger stond op dat soort van op je bucketlist bij mij dan. Nou, dat kunnen we nu afvinken. Dat vind ik hartstikke leuk. En ik vind het een grote eer als iedereen, ons op die manier bekijkt. En dat er zo onwijs veel collega's komen eten. Hè. Van het gewone restaurant op de hoek tot 1, 2, 3 sterrenchefs gehad al. Ja, dat is super mooi. En een groot compliment kun je niet krijgen dan dat die hun ook allemaal komen. Nou, ik ben wel, nu wel benieuwd gewoon hoe hoog kunnen we het balletje trappen. En hoe ver kunnen we komen? We zijn steeds een beetje bezig met vernieuwing binnen het bedrijf dan. We hebben vorig jaar de keuken helemaal aangepast. Die was piepklein, had ook een heel klein team. Dus in april zijn we weer open gegaan. Veel groter geworden, het team is groter. Dus daar zijn we bezig. We hebben de toiletten gedaan, alle tafels die vroeger was bijna alles van hout. En had ik het linnen, dacht ik, we doen het zonder linnen. Nou, dat is eigenlijk net allemaal weer helemaal terug bij ons dan, omdat ik het leuk vind. En zo blijf je steeds vernieuwen, dus dat is een bucketlist. Proberen vernieuwend te zijn voor onszelf en voor de gasten. En proberen het balletje zo hoog mogelijk te schoppen en kijken waar we komen. En het plezier hebben, dat is eigenlijk wel zelf nummer 1. Vooral dat als wij het leuk hebben, vinden de mensen het vaak leuk. Dus, dat vind ik wel belangrijk. ChefsFriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer ChefsFriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.